Hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag donderdag. En we gaan. Ik voel me een stuk beter. Ik voel me eigenlijk helemaal goed. Ik ga vandaag even lekker trainen. In de sportschool. En dan ga ik 30 minuten op de hamsterband. 10 minuten op de fiets waar ik geen meter vooruit kom. En dan nog even een partijtje roeien. En dan vandaag heb ik mijn benen als extra onderdeel om te trainen. Want het zou heel raar wezen, een heel grote man met van die spillebeentjes. Dus als ontbijt heb ik twee crackers met Amerikaan filet. Dat is heerlijk. Onze grote vriendin, die is er ook weer. Bucky. Punk, die zegt u ook goedemorgen. Of goeiedag. Net wat hij wil. En ja. Dit is het eigenlijk. We zijn weer terug thuis van training. Ik heb nu, zoals u misschien op Facebook hebt gezien, 30 minuten gelopen, 30 minuten gefietst, 15 minuten op het roeiapparaat gezeten, sit-ups gedaan en mijn benen geoefend. Als lunch heb ik een salade gemaakt van rucola en ijsbergsla met komkommer en makreel en een beetje geraspte kaas er doorheen om het nog een beetje de smaak meer te versterken. Vanmiddag ga ik weer even twee uurtjes fietsen. Het is weer prachtig en stralend weer, dus ik maak er gebruik van. Ik voel me ook beter. Ook mijn luchtwegen die zijn open. Dus dit is de molen bij Uitgeest. Je bent Arsendillen. Er staat helemaal geen molen. Maar ik heb nu 11 kilometer gefietst en ik ben op de terugweg naar huis. Zoals u misschien op Facebook hebt gezien, doe ik weer mee aan Laat je snor staan in november. Voor het goede doel tegen prostaatkanker en andere mannenkwaaltjes. Dus ik hoop dat u meedoet. U kan het geld doneren via mijn Facebookpagina Robert Lotman. Dus daar staat het op. We zijn hier bij het kerkje van Krommelierdijk. Hier, dit is, er worden geen kerkdiensten meer gehouden. Maar alleen maar zang, dans en andere optredens. Eén keer in het jaar is het hier feestweek. Dan is het feest door het hele dorpje. Dat maar 600 meter lang is en ik geloof dat er 500 mensen wonen. Maar het is hier gewoon hartstikke mooi. Nou, daar zijn we dan met het. We zijn aangeland bij het diner. Wat hebben we vanavond nodig? Een halve bloemkool, ik ben maar alleen. Dus als je met meerdere mensen bent, heb je een hele bloemkool nodig. Twee teentjes knoflook. Kleine tomaatjes, cherry tomaten. Kappertjes.
olijfolie om de dressing te maken en spinazie. We gaan alleen vandaag de bloemkool blancheren. Tenminste maar 3 minuten laten koken en dan afgieten. En dan gaan we hem grillen op de grillpan. Dus je krijgt een gegrilde schotel vanavond. Met een gegrilde bloemkool. Het is een soort salade. Het heeft ook maar een 9 gram aan koolhydraten. Dus heel weinig. Heel koolhydraatarm. Dus dat wordt het voor vanavond. Ik heb de kappertjes, de knoflook heel fijn gesneden en ook de dillen heb ik ook heel fijn gesneden. Die ga ik nou fijn stampen en dan doe ik er een klein beetje olie bij. En dat kan je kan ook een keukenmachine gebruiken als je dat makkelijker vindt. En dan een keuken staafmixer als je dat makkelijker vindt. En dan ga je, hoe heet het, dan maak je hetzelfde. Dit wordt de dressing. Dit ziet er toch weer feestelijk uit, hè? Spinazie. De dressing zit er overheen. Tomaten. Gegrilde bloemkool. En ja, helemaal vegetarisch. Maar als je niet wel weet, de vlees wil bij hebben. Ik heb er 3 gemarineerde speklapjes à la een minuut heb ik erbij. Dus ja, dat moet het. Dan krijg je genoeg energie binnen. En ja, het moet voldoende wezen. Het was weer een drukke dag, maar ik ben moe, met voldaning. Ik voel me heerlijk, na 2 dagen niet getraind te hebben, viel het me toch mee van dat ik geen conditie kwijt was. Ik hoop dat jullie me gaan steunen zometeen in november met dat ik mijn snor laat staan. En ik wens iedereen een fijne avond. Vanavond voetbal en rugby. Rugby is wel erg laat. Voetbal interesseert me niet zo. Dus ik wens iedereen een prettige avond.